Hey, hallo en welkom, welkom! Welkom bij weer een nieuwe video. Ik had gelijk een mooie voice crack tijdens mijn intro. Leuk er allemaal zijn. We zijn vandaag in... Wauw, Roerveen! Yeah, we hebben hem weer, jongens. De goede roleplaystad. We hebben een meeting vandaag. En het was volgens mij een serieuze meeting. Dus dit wordt ook een serieuze video. En geen trollvideo. Yay! Nee, het wordt serieus, jongens. Dus ik ga even Piet bellen. Want ik hoorde dat er een meeting was. En dat er mogelijk allemaal gedoe was of zo. Ik weet het allemaal niet zeker. We gaan in ieder geval Piet bellen. Om hierover te gaan praten. Hey. Hey, ik hoorde dat er een meeting was. Het is wat je een meeting kan noemen, Max. Ja, wat is er gaande? Kijk, hè. Ik ga gewoon straight up met je zijn. Ik ga niet liegen. Ja? Ja? Ik heb op dit moment een kogelweer in het vest staan. Ja? Oké, hoezo? Jij weet dat ik nooit een kogelweer in het vest draag. Ik heb jou nog nooit. Ik kan het zeggen. Op het moment zijn er zaken aan de gang. Het is eigenlijk, je kan kiezen team Jordi of team Piet. Team Jordi, team Piet. Er is een heel verhaal gebeurd. Ja? Sinds kort ben ik met Lucas actief bezig geweest om iets nieuws, hoe zeg je dat, op te starten met een paar mensen. Oké. Okay. Ik weet niet of dat die naam jou wat zegt. Loi, ja. Het is een zakenpartner van mij. Ja? Oké, okay, ja. En die heeft dus een akkoord gehad met een aantal mensen. Die mensen die importeren wiet naar Roerveen. En okay. Die mensen die verkopen aan Loi door. Ja. En daar heeft Loi een deal mee en daar gaat niemand anders tussen komen. Maar het probleem is, ik had dat al gezien dat Loi zijn wiet aan vrij weinig mensen kon verkopen omdat weinig mensen met hem zaken wilden doen. Ja. Dus ik ben uiteindelijk lichtjes hardhandig, maar uiteindelijk is het toch zijn keuze geweest om te doen zijn business gaan helpen. Ja. En dat heb ik samen met Lucas gedaan. Oké. Okay. Ik heb dat geheim gehouden voor Jordi met een reden. Je weet dat Jordi redelijk brutaal is en dat hij gewoon zegt wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ja? In dat opzicht is dat helemaal prima. En dat had hij kunnen doen als wij nog bovenaan stonden met vuurwapens en al. Maar dat is niet meer. Op het moment niet, nee. Wij staan in dat opzicht gewoon compleet nergens. Ja, en klopt. Dat is het dus. En nu dus is daar nu ben gaan ik. Nee. Er is nog heel veel. Gisteren is Jordi boos geworden op iemand omdat hij een grote bek had. En toen moest Lucas het maar oplossen. Jordi, die mag Loi niet. En dan gaat hij ook alles doen om Loi proberen te naaien. Jordi, bedoel je? Waar zijn jullie? Dat hou ik nu nog even voor mezelf. Ik wil eerst dat jij een kant kiest. Het ding is, Max. Yeah. Jordi is zodanig boos op mij geworden dat hij naar Loi is toegestapt. En allemaal dingen over mijn naam heeft opengooien. Hij heeft mijn naam door de scheid gehaald. En die van Lucas ook. Het is tot zo'n punt gekomen dat ik nu een kogel weer in het vest draag. Omdat ik al het gevoel had dat ik geschoten ging worden. Ik heb het gevoel dat er een actie is om het leven van mij te ontnemen en van Lucas. Vanuit Jordi. Vanuit Jordi. En die heeft waarschijnlijk meerdere mensen achter zich staan. En dit is al de informatie die ik tot nu toe ga vertellen. Ik verwacht binnen 8:45 een berichtje terug, of een belletje terug. Ja. Met de keuze die jij maakt, ja? Oké, ja. Weet dat er niks richting jou gaat, maar dat dit wel iets is wat moet opgelost worden tussen mij en Jordi. Okay. Vergeet trouwens niet, Max, dat is een belangrijk puntje. Jordi heeft jou neergestoken bij de elektriciteitscentrale in het begin. Vergeet dat niet. Nee, dat weet ik. Hou je bek. Nou, zeg het eens, heren. Kijk, hij heeft een mes. Ja, je moest mijn man niet naaien, laat het zo zeggen. Nee, ik had het al door hoor, dat het van jou kwam dit. Je gaat steken. See you later, alligator. Ja, daar gaan we. Spijt me jongens. Hey, waar is Jerry? Jerry? Oh, jij gaat het ook echt doen, hè Jerry? Nee, Jerry, dat kan jij niet maken. Dat kan je niet maken, Jerry. Jij niet. Kijk, Loi oké, maar Jerry. Tot de volgende keer. Dat kan je niet maken. Ah. Ja, ik ben zo terug. Succes nog, Max. Spreek ik je nog. Oh, ineens moet ik een kant kiezen. Ik denk, nou, er is een meeting gaan. Ik hoorde al dat er een beetje rumoer was. Maar er is zoveel gaan, dat had ik geen idee. Ik heb tussentijd ben ik hierheen gefietst. Piet en Jordi hebben dus ruzie. Het grote verhaal, jullie hebben net gehoord. Echter wil Piet gelijk dat ik een kant kies. Hij vertelt dat Jordi hem in een slecht daglicht zet. Maar ja, het voelde een beetje ook wederzijds nu. Dus ik ga gelijk even Jordi bellen. Nee, ik heb geen tijd hiervoor. Laat me met rust. Ik heb hier toch geen... Hoezo val ik gelijk om? Nee! Oké, dan gaan we gelijk Jordi bellen. Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Dus we gaan even snel hier parkeren. Wat is er aan de hand? Gast, ik heb met Piet net gesproken. Ja. What the fuck is er gaande? Dan kan ik je maar... Waar ben je? Ik ben bij de impound. Ik weet niet of ik dit kan vertrouwen en ik wist het. Wat? Ja, schijnheilig doen. Ik? Of? Bij jou. Nee, bij jou. Nee, maar waar ben je? Impound, zei je. Ik ben bij de impound. Bij die motor zeker? Ja, volg maar even. Ik volg jou. Er is echt een heleboel aan de hand. Ja, ik heb van alles gehoord, maar van één kant. Mm-hmm. We gaan gewoon even met praten tot we op plek zijn. Ik kom even op een open locatie. Ja, prima. Er gaan doden vallen misschien wel. What the fuck, jongens? Ik ga even naar plezier halen. Plezier halen, prima. Dit komt ook echt uit het niets, joh. Nou, het komt niet uit het niets. Nee, voor mij dan.
Voor mij is het echt vaak niets. Ja, weet je, ik heb hier niet voor gezorgd, laat ik het zo zeggen. Nee, maar, dat snap ik. Het wordt wel op mij afgeschoven. Ja, laten we beginnen. Wat hebben ze tegen jou gezegd? Piet en Lucas, die hebben met Lowie zaken. En jij bent het niet mee eens. Dat is wat ik te horen heb gekregen. Kort, maar krachtig. Is dat zo? Ja, kort, maar krachtig. En dan weet ik van wat er allemaal gebeurd is tussendoor. Jij bent boos geworden op Lucas, want hij had iets gedaan of zo. Er zijn nu zaken gaande. Ja. Tussen Piet en Lowie. Ja. Ik wist daar niks van af. Nee, dat hoorde ik. Dat vind ik ten eerste zielig. Mm-hmm. Vind ik echt, Piet is echt een minkukkel. Want zoiets doe je gewoon niet. En vervolgens negeren ze mij. Liegen ze tegen Mees. Liegen ze ons voor. Dan zijn ze lekker met z'n tweetjes dingen aan het doen. Ja. Piet vertelde mij over kanten kiezen. Werd mij een soort van voorgelegd. Ja. En ik weet niet, wie staat achter jou in deze situatie? Dus, ik doe dit samen met Nuestra, omdat Piet Nuestra ook aan het naaien is. Piet is Nuestra ook aan het naaien. Piet wil van elke ontbijtkoek wil hij een happy hebben. Dus hij wil... Yeah. Van Nuestra de baas zijn, hij wil bij Darkness de baas zijn. Maar hij ook wil zaken bij met de baas zijn, zaken overmeesteren van Lowie, hij wil Edward nadoen. Hij wil iedereen nadoen. En ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga niet over me heen laten lopen door zo'n slungel. Wie zijn dit hier? Dit is Jeroen en Champ. Oké, van Nuestra toch? Ja, alleen hun zijn... Piet is gewoon een pussy. Ja. Hij zegt ja... Hij rijdt rond met een kogelvrij vest. Ik zou ooit vest dragen, maar nu wel. Blablabla. Ik laat me vervoeren door 2 G-wagons. Ik zit zelf in het midden, want ja, ik ben helemaal bang dat ik geschoten word door je. Ik heb echt schrik van je, dit en dat. Ik zeg, nou ja, weet je. Ik snap dat niet. Inderdaad wil ik ook met hem praten. Ik bedoel, hij zal zelf wel een beetje paranoia worden, omdat hij met dingen bezig is wat gewoon niet klopt, weet je. En een meeting neerzetten met z'n allen. Is dat ook? Dat gaan we doen. Dat gaat zeker gebeuren. Ja, maar ja, wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Ja, ik ook niet. Wie komen er allemaal? Wie zijn er? Waar is de rest van de gang? Waar is Mees? Mees is ontvoerd. Zal ik je eens even zeggen? Ja? Mees is gewoon een gore overloper. Mees is een overloper, hoezo? Ik heb met Mees en Bert aan praten. Ja? En hoe Piet Mees behandelt is gewoon zielig. Ja. Hij gebruikt hem als een hondje. En ik heb tegen Mees gezegd van, hey yo, maakt niet uit welk kant je kiest, uit je gewoon je mening en zeg gewoon je woordje. En als je iets ergens niet mee eens bent, moet je het ook niet doen. Nee. En ga niet zoals een hondje achter mensen aanlopen, want ze gebruiken je gewoon. Ja, en wat heeft Mees nu? Wat heeft Mees gedaan? Ik kan hem niet bereiken. Je kan hem niet bereiken. Jij bent de enige die mensen kan bereiken zonder opgehangen te worden. Piet en Lucas veroorzaken dit. En ze schuiven alles in mijn schoenen. Alsof ik de boosdoener ben. Terwijl ik juist degene ben die de groep wil helpen. Ik ga even wat mensen bellen. Als er iets wordt gezegd, dan gaan er echt doden vallen. Nee, ik ga alleen vragen. Ik ga niks zeggen. Max, ja? Bij Edward weet dat wij hebben geschoten. Edward weet inmiddels dat jullie degene zijn die op Kerstmaster had geschoten. We hebben het zelf opgebiecht. Daarentegen wordt dat een probleem of? Nee, het is positief uitgepakt. Alleen de Questmaster weet het niet en dat hoeft hij ook niet te weten. Oké, dat wil zeggen, dat hoeft hij ook helemaal niet te weten, nee. Oké, jongens, laten we even in de tussentijd Bert bellen. We gaan even misschien een redelijk extern persoon hierover bellen. Wie is dat nou weer? Oh, dat is ook iemand van Nuestra volgens mij. Ja, dat is iemand van Nuestra. Hey. Hey, ik wil even een persoon bellen over een situatie die niet in de frontlinie staat. Want jij weet vast wel wat er gaande is nu. Ja? Wat fuck is er gaande? Naar jouw mening. Naar jouw mening. Mannen wilden niet praten. Ja, maar ze worden kanten gekozen en weet ik veel wat. Bij wie ben jij nu? Ik ben op het moment bij mensen. Maar ik ga, Je kan gewoon zeggen in principe tegen mij. Ik ga niet te veel over zeggen, maar het ding is, er wordt gewoon weinig gepraat. En daarom zijn er veel onduidelijkheden. Ja. Er zijn veel valse verhalen verteld. Ja. En daar is nu ruzie over. Daar is op het moment een ruzie over. Ja. Ik gok dat jij bij Piet bent, als ik jou zo hoor aan valse verhalen. Kan. Met Mees, want ik mis iedereen. Ik kan niemand vinden. Ja, dat kan heel goed zijn. Maar jij gaat dus niet zoveel zeggen hierover? Ik dacht, jij zat ook wel niet een beetje... Nee, maar het is... ik vind het eigenlijk een beetje raar nog altijd. Ik vind het raar. Dat er wordt weinig gepraat, maar wel veel actie ondernomen. Ja, ik hoop ook dat er nog even gepraat gaat worden voordat er echt heftige consequenties genomen worden. Mm-hmm. Ja, dat staat ook op het punt om te gebeuren. Ja, dus. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, top, dankjewel. Dan, ik denk dat ik je zo zie. Ik hoop het in ieder geval. Ja, kan heel goed zijn. Ik hoop dat er fatsoenlijk gepraat wordt in plaats van Ik hoop dat het een goede manier gepraat wordt. Ja, gisteren bij Jordi dan waarschijnlijk en bij Jeroen en zo. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er allemaal, waar ik nu allemaal heen ga, waar ik ben. Maar ik zie je zo, Bert, denk ik. Yo. Ik hoop op een goede manier. Ja, ik hoop het ook. Tijd zal het leren. Nou, een beetje spanning. En? Nou, niet zoveel uit kunnen halen. Ik weet wel dat hij bij Piet is, maar ik moet Piet nog bellen. Met wie is Bert?
Ja, ik gok bij Mees in ieder geval. Ik ga Piet nu even bellen. Ik weet niet of ik ga Piet bellen. Piet wilde dat ik een keuze maakte, maar ik ga hier niet aan de kant kiezen. Hey. Hey. Hey, jij zei kanten kiezen, zeg maar ik zie mezelf hier niet een kant kiezen. Ik zie eerder dit uitgepraat worden, mogelijk. Want ik hoor dat er echt iets gaat gebeuren zometeen, een meeting, een gesprek. En jij wil dat ik een kant kies. Oh, Max. Dat is echt niet mogelijk hier. Dat is niet mogelijk. Hier is het niet mogelijk, Max. Dat is niet meer mogelijk. Er zijn al meerdere gesprekken die plaats hebben gevonden over dit soort dingen. Niet misschien met betrekking tot het geheimzinnigheid. Hier is mijn imago beschadigd. En een imago is iets waar ik heel erg goed naar kijk. Dat moet altijd heel mooi bij mij zijn, heel netjes, heel top, top in orde. En het is op dit moment niet, Max. Het zit erover bij mij. Ja. Ik heb Jordi enorm veel kansen gegeven. Ik heb Jordi enorm veel keren gewoon laten doen, maar het stroomt over. Oké. Okay. Dus... is gedaan. Dan zie ik je zo. En dan zien we daar al verder. Ja, weet ik veel waar het gaat zijn. Ik weet dat er iets gaat gebeuren. Ik hoor het aan alle kanten. Ik voel het. De spanning. En dan dus zie ik daar wel verder. Welke kant is het, Max? Ik ga niet nu specifieke kant kiezen. Ik zie daar verder. Ik wil eerst zien wat er gaat gebeuren. Schrijf je allemaal naar hier of wat? Ik sta nog stil ergens. Gewoon. We rijden niet. Er is niks gaande op het moment. Ik weet dat er iets gaat gebeuren, maar ik weet in ieder geval dat ik je daar zie. Hoe laat was die meeting? Ja, die meeting kon niet meer. Piet durft niet te praten met meerdere. Hij vertrouwt het niet. Ik heb het is een 1-op-1 meeting met Jeroen en... Jeroen Piet. En Piet. Ik ga een 1-op-1 meeting houden. Ik ga sowieso op een afstandje kijken. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Waar is het? En of ik CBR. Ga intunen. Waar is, het is bij CBR? Oh ja, bij het CBR. CBR. Hoe laat? Ik ga er nu heen. Nu? Ja, nu. Ja, dan ga ik die kant op. Ik kijk wel daar wat er gebeurt, maar ik ga die kant op. Ja, maar hoe gaan we dit doen? Als je op afstand heb je niks. Nee, maar hij wil toch dat er kant gekozen wordt. Dan gaan we erheen ook. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon met z'n allen intunen. En hij weet dat ik niet gevaarlijk ben voor hem. Nou jongens, daar gaan we. Onderweg naar de meeting, ben benieuwd tot hoe ver wij in kunnen tunen en tot hoe ver wij erbij betrokken gaan zijn, maar ik weet het niet hoor. Ik weet het niet, ik vind het een beetje moeilijk. Ik vind het allemaal maar een beetje moeilijk. Er zijn trouwens nog een hele hoop andere dingen die Piet ons bij genaaid heeft. Wat dan? Tokje later wel eens. Oké, nog meer dingen dus. Wacht, ik word bericht door Bert. Is hij er al, Chen? Nee, hij gaat er zo direct heen. Piet is er nog niet. Nou, ga ik even om hoekje staan. Ja, laten we even in de pimpgarage staan, via rechts. Oké, we gaan even het hoekje om wachten hier. Hij is gepakt. Wie is gepakt? Kaulosoi. Jeroen is gepakt. Jeroen heeft Piet gepakt. Wat een lul. Fucking Piet heeft Jeroen gepakt. De Nuestra leider. Wat is dit voor lul dan? Waar zijn ze? Ik weet het niet. Meeën. Dit is toch zielig, Max? Piet heeft Jeroen gepakt. Wat voor manier? Gewoon meegenomen. Ja, antwoord. Hij heeft me net geappt. Hij heeft me op het laatste moment hij heeft punt getypt. En ik heb tegen hem gezegd: als dat zo is, dan is het over. Dan is hij gepakt. En dan wilt hij alleen een meeting doen met hem. Gaan we allemaal zoeken of wat? Ja. Waar moeten we zoeken? Hebben we een locatie ongeveer? Pak locaties waar we altijd meeten. Dit gaat op de locatie meeten waar we ook eerder hebben gemeten. Doe maar even, ik heb 30 rug op zak. Zoek gewoon bij locaties waar we een meeting zouden kunnen vinden. Oké. Bert neemt ook in één keer niet meer op. Bert neemt niet meer op? Nee. Zitten jullie in een gezamenlijke porto of... Kunnen we even... Test, hallo? Luitendijk. Test. Oké, op zoek jongens. We gaan zoeken naar Jeroen en Piet, want Piet heeft Jeroen dus gepakt. En nu gaat iedereen bij vertrouwde locaties zoeken. Maar ja, dat kan letterlijk overal zijn, jongens. Dat kan echt oprecht overal zijn. Dat is vervelende. Kleine vraag, weten jullie iets over voertuigen van Piet? Of? Ja, het is een motor, gaat het om, met turbo en Jorrit. En een GT63 en hoogwaarschijnlijk een G-klasse. Oké. Dat zijn de mogelijke voertuigen. Zeg ook even als je een locatie gepakt hebt, dat we niet dubbel checken. Yep. Kijken of we hier iets kunnen vinden. Ik vind wel iets voor Piet om de pier namelijk te pakken gewoon. En dan moeten we auto's en motors zien te spotten hier. Dus zie die maar eens te vinden. Een heel Hoeveen kan die gewoon zijn. Dat kan letterlijk overal zijn. Hey, voor de mensen in de Porto, hebben jullie al iemand die het havengebied checkt? Ik ben op de haven op het moment. Ook maar... al waar we altijd eerder zijn geweest, hè? Ja, ik zou bij het ganghuis kijken. Ik check echt alles. Het best gaan zoeken, boys. Ja, de haven waar je ook baan kan nemen, die is ook weer. Ja, of pallet. Ik ga linkers snel weg. Ik heb al bijna heel het havengebied gecheckt, maar er is ook niks. Het gaat niet goed met hem. Hij zegt het gaat goed, maar het gaat niet goed. Hij zegt, ga door met jullie met deze man. We moeten door blijven zoeken naar hem. Oké. Hey, ik hoor van alles. Wat is er gaande? Excuses, dat kan. Wat is er ik gaande? Ik heb mijn telefoon uitgezet. Ja? Ik was aan het praten. Jeroen is veilig afgezet. Je was aan het praten? Ja, nou dan. Oké. En? Hoe is dat afgelopen? Goed. Ik heb gewoon rustig gepraat met Jeroen. Maar
Uit veiligheid hebben wij het gewoon even rustig gehouden en zijn we vertrokken. Vandaar dat Jeroen zijn telefoon ook uitstond en zijn porto verdwenen was. Uitstond, zullen we het daarop houden. Vrijwillig. Ja, vrijwillig heeft hij afstand van gedaan. Kan je aan hem vragen. Hij heeft ook rustig mogen bellen naar Champion. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Ja, dat heb ik gehoord. Je klinkt toch redelijk partijdig, Max. Ik klink helemaal niet partijdig. Als ik partijdig had geweest, had ik niet met jou gebeld nu. In ieder geval niet vriendelijk. Nee. Ik probeer aan beide kanten een beetje te kijken, te polsen wat er gaande is. Maar je laat me niet echt toe. Dus het is een beetje een moeilijke keuze. Stel, ik zou een keuze moeten maken. Dan geef je me wel een moeilijke. Ja. Of juist een makkelijke. Dat klopt. Jij moet kijken waar jij je goed bij voelt. Als jij lekker gaat bij Jordi, dan moet je lekker bij Jordi zitten. Jullie gaan lang terug. Maar het verschil daar is dat ik niet het mes in je rug heb gestoken. Maar dat Jordi het mes heeft gestoken. Ja, maar je geeft me nu wel een moeilijke tijd om jouw kant te kiezen. Hoe zou dat zijn dan? Nou, dat ligt aan jou. Dat ligt niet aan mij. Dat vraag ik eerder aan jou. Nee. Jij kan gewoon rustig een keuze maken in deze situatie. Ik heb je nogal gezegd, het gaat totaal niet om jou, maar het gaat tussen mij, Lucas en Jordi. Maar ik kan niet met jou afspreken, nu. Dat is mogelijk een mogelijkheid, maar daar zal veel meer planning achter zitten dan nu even opstappen. En waarom? Voor mijn veiligheid. Voor jouw veiligheid, dus... Ik ga op dit moment geen risico's nemen. Ja, maar ik ben toch geen bedreiging? Lijkt me. Zeker niet als ik nog jouw kant kan kiezen. Als jij dat wilt, bewijs van... Of je het nou wil of niet, als de mogelijkheid er nog is. Jeroen heb ik ook heel erg vertrouwd en die heb ik gewoon voor hetzelfde laten doen en die snapte het. Het is niet dat ik jou niet vertrouw, maar het is gewoon dat het uit vertrouwen is. Oké. Ik ga even bespreken met Lucas. Waar zijn Bert, Mees, andere mensen van de gang? Waar zijn ze? Die heb ik niet kunnen zien, niet kunnen bereiken echt. Ja, Bert, maar die zijn bij jou zeker. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb... geen idee waar Mees en Bart zijn. Je hebt geen idee waar die zijn. Ik spreek je nog, Max. Dan houden we ook contact. Waar ben jij? Ik ben nu bij de... Wat is het? 501, 301 store. Ik kom eraf. Heel veel wachten. Wacht heel veel op mij daar. Gelijk maar even bij tanken. Of je voor mij kan bellen, maar ik ga één keer proberen te bellen. Naar wie? Piet. Ja. Hey Piet. Je neemt het op. Mee? Ik ben niet zo belachelijk. We weten allemaal donders goed. Wat je nou... Maar ik snap... Ten eerste niet wat je plan is. Je doet echt... Diezelfde je vraag verneukt heb alles. Ik ook aan jou. Nou, als we diezelfde vraag hebben, laten we hem meeten dan. Ik heb geen gun. Jij ook niet. En ik weet dat Guus, Jorrit, Schenk het wel hebben. Maar als we nou zo gaan doen, dan meten we toch even met z'n tweeën. Ik hoef niemand mee te nemen. Nee. Het was meer uit veiligheid dat Jeroen is meegenomen. Heeft een complete kerel. Hij heeft zelf alles afgegeven. Je hebt het alleen maar erger gemaakt. Je hebt het echt alleen maar erg gemaakt. Je hebt benzine op het vuur gegooid. Mm-hmm, klopt. En daar ben je sowieso heel erg mee bezig. Jij bent begonnen met de benzine erop te gieten, Jordi. Je hebt helemaal geen idee wat je hebt gedaan. Je bent naar Louis toegestapt, ja, en heb je gezegd dat ik mensen aan het rippen was. Jij weet donders goed dat mijn imago boven alles staat. Okay. Je hebt dat beschadigd, ja? Oké, laten we even mieten, want ik ga niet alles via de telefoon doen. Het is allemaal mijn fout. Ik hoorde het. Ik begin weer. Het wordt altijd... Het verhaaltje wordt met de dag mooier. Maar wordt er nou gemiet? Als Jeroen nu op tijd komt, hebben we ze. Als iedereen dan, want hij weet dat jullie guns hebben. Wat gaan we doen? Nou, Lucas en Piet komen hierheen en ik moet instappen. Take it or leave it, zegt hij. Ik ben zo'n hondje niet, dus ik ga echt niet instappen. Maar wat nou als de rest wel even ergens anders om een hoekje gaat? Nee, niet instappen, ga je hond. Hier het gebouw op of zo? Ja, doe maar iets. Even. Ja. Dat anders zie ik het wel. Ik en Marcus blijven hier wel. Ja. Ja, wat wil je doen als Shep? Je wil babbelen toch gewoon? Of niet? Ik denk dat er niet meer babbelen uitkomt, Marcus. Mooi, ze wil me een keuze geven, maar met jou kan ik rustig praten. Bij je staan, naast je staan nog. Die keuze krijg je niet eens bij hem. Weet je wat het is? Nou? Piet zegt vandaag van, dat jij hebt gezegd van, wij zijn geen vrienden, we zijn familie. En toen begon hij erover dat Mees aan het liegen was. Dus heeft hij gezegd van, ja, het wordt dat gelijk, vrienden of familie bestaat niet. Dat zei hij, Piet. Ja, Piet zegt vrienden en familie bestaat niet. Sinds wanneer? Sinds wanneer? Weet je wat het is? Hij liegt Mees voor en toen is hij boos geworden omdat Mees tegen hem aan het liegen was. Terwijl Mees niet eens aan het liegen was, we waren gewoon aan het praten. Ik snap het niet meer. Ik snap er echt niks meer van. Ik heb oprecht niks fout gedaan, maar ik heb het wel allemaal gedaan, zeg maar. Ja, ik hoorde dat jij naar Louis was gegaan. Klopt. Piet heeft mij niks verteld over een wiet shit. Ja, over die deals met Louis die heeft. Ja, ik heb een deal gehad met Louis. Ja. Die zou kilo's gestolen hebben van Nwestra. En daar wou ik even achteraan, want er is helemaal niks over wiet. Ga iets meer naar voren, dan kunnen we jullie zien. We liggen op het dak boven jullie. Ga iets meer naar voren. Zeg maar ook. Ja, we zien jullie top. Ja, we zien jullie. Je zit op het dak daar achter jullie.
Oh, ik zie ze inderdaad daarboven. Kom Jordi, kom hier staan. Ja. Hij is er bijna 200 meter. Hij gaat niet alleen komen, denk ik. Weet ik eigenlijk al zeker. Nee, dit gaat echt fucked up. Dit kan je niet vertrouwen. Dus blijf rustig, zolang wij rustig Jeroen, blijven. Jeroen moet gewoon op afstand blijven en gewoon kunnen poppen als het nodig is. Dek ook jullie rug. Vooral jullie rug dekken. Ik denk dat ze wel gaan scouten. Er wordt via rapporten geroepen dat Edward er dichtbij is. Was Edward in de buurt? Jazeker. Hoe weet Edward hier nou van? Geen idee. Niet van. Ja, is hij hierbij betrokken? Edward. Beetje. Misschien. Pas op. En die Questmaster misschien. Misschien hebben ze jullie gezet up. Nee. Questmaster wil op mij op het moment niks aan. Misschien Jordi alleen, maar twijfel ik. Ik denk het niet. Daar is hij. Hoeveel zijn ze? Twee. Nou, daar zijn ze jongens. Mocht even duren, maar ze zijn er. Met z'n twee. Ik denk dat dit Piet en Lucas zijn. Twee. Zo. Hey. Dat duurde lang. Je doet dingetjes. Nou, mij de schuld van geven. Jou de schuld van geven. Noem eens. Yep. Wat je net zei. Ik heb olie op het vuur gegooid door naar Loi te gaan. Ik wist helemaal niet eens van wie het af. Je hebt gezegd dat... Dat was jouw zaak ook niet. Nog niet. Dat was dus het hele ding, Jordi. Loi is iemand die niet goed bij jou ligt. Hè? Wat op zich te begrijpen is. Hè? Loi is niet de meest geweldige persoon. Maar dat was uit het plaatje. Ja? Loi lag niet lekker, maar hij had wel handel die aan het boomen was. Die aan het boomen volgens mij is. Zag ik hem lopen. Ja? Loi die is nu... Onze handelaar, zo te zeggen. Of dat Loi, die werkt voor ons, die verkoopt alleen door aan ons en wij doen de rest. We waren een beetje hengeltjes aan het uitgooien. Hè? Allemaal naar verschillende organisaties. En om uiteindelijk ons netwerk een beetje op te bouwen. Wat uiteindelijk gelukt is. En toen gingen we jullie informeren. Maar, zover waren we nog niet. Dan nog bezig waren. We gingen eerst de deals eens doen. Gingen eerst zelf beginnen. En dan gingen we kijken of dat het de tijd waard was voor de rest van de darkness om zich daarmee te bemoeien. Zodat we niet honderden duizenden euro's investeren in Wiet en er dadelijk mee zitten. En waarom jij er niet bij bent betrokken, is omdat jij keihard schreeuwt en alleen je eigen mening wilt. Jij bent alleen bezig met dat wat jij wilt. En je kan het niet pakken. Gisteren ben je keihard uitgevlogen tegen Lucas. Weet je wat het grappige daarvan is? Fucking, we gaan een bankoverval doen met een andere groep. En je naait hun? Welke bank? Ik heb niemand genaaid. Ja, we gingen met Nieuwest gaan bankoverval doen. Kijk, weet je wat het is? Er zijn vaak genoeg momenten geweest dat wij ook niks wisten, afwisten van jouw dingen, toch? Dat is dan toch precies hetzelfde als wat wij nu mee bezig waren. Zie ik dat verkeerd? Ik moet godverdomme nog net niet het tentamen afleggen voor waar ik naartoe ga. Als ik zeg dat ik even weg wil zijn, dan kan ik toch gewoon veranderen. Je geeft me gewoon een hele ondervraging over wat ik moet doen, Pik. Nee, want je merkt gewoon aan iemand als hij geheimzinnig doet. En dat was in dit geval. En, ja, en met reden. Ik heb nooit geheimzinnig gedaan. Alleen toen ik de Riddler wou pakken. En toen ik die gang heb wakker geschud. Ik heb daarvoor altijd open boek gespeeld, toch? Ik heb altijd open boek gespeeld. Op die meeting, dat we daar stonden, heeft Edward tegen mij gezegd, Marcus en Willem die zitten bij de politie. Ja, daar weet ik ook niks van. Nee, maar hoe lang speelde dat toen al? Bijvoorbeeld, ik wil daar niks geks mee doen, maar hoe lang speelde weetje, dat toen al? Weetje, half weetje misschien. Heel kort. Ik hou niks geheim meer. Ik maak ook nergens een probleem van. Behalve deze bankoverval, die jullie aan het plannen zijn. Wanneer werd dat gepland om te zeggen tegen de rest? Ik weet wel wat het is. Voor mij, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik helemaal meer in de groep pas. Qua mening, qua denkwijze, qua meningsverschillen en dat soort dingen. Ja, wie wel dan? Ja, dan moet je voor zichzelf bedenken. Hey, ik ben gewoon heel eerlijk met je. Ik denk dat ik niet helemaal in de groep pas qua denkwijze, qua doen en laten, zeg maar. En dat zeg ik nou ook gewoon heel eerlijk tegen je. Dus dan weet je daarvan af. En daar speel ik al een tijdje mee. Ja, dat had ik al lang door, hè. En ik denk dat Piet naast je ook dat ook denkt. Nou, Edward en Kerstmaas. En er zijn ook twee anderen. Maar dat is niet ons probleem, toch? Negeren. Maar dit willen jullie daadwerkelijk? Zo tegenover elkaar staan en eigenlijk een punt erachter zetten? Nou ja, ik zeg niet dat ik er nou gelijk een punt achter zet, maar ik zeg wel dat mijn weet je waar ik wel een punt achter zet? Nou? Achter deze locatie. Ik zou graag even een andere locatie willen zoeken als ik kan. Volgens mij heb je ook mensen ronddraaien, toch? Al sla je me dood. Hé, hey, wie is dat? Zijn dit mijn beste vrienden? Er is geschoten. Er zijn daar geschoten. Geschoten? Leuk jou zo samen te zien met Martin en Edward. Wie de fuck is er geschoten? Wie de fuck is neergeschoten? Hé? Hey? Kom, rem mee. Wie is er neergeschoten? Wie de fuck is hier neergeschoten? Weet je wat dat was? Nee, wat is gebeurd? Dat is degene die net een gun op Jeroen heeft geschoten. Wie is er neergeschoten? Guus Meeuw. Guus Meeuw is neergeschoten? Ja. Door? Die heeft door Jeroen. Door Jeroen. Die heeft net een gun op Jeroen getrokken. En Jeroen heeft teruggeschoten nu. Ja, teruggeschoten. Dat is het enige wie die wou. Zij kunnen ons gesprek in principe voortzetten. Dat was tussen hun. Maar laten we even kijken. Oké, ik zat bij jou achter op mijn motor, die begon te roken. Goed. Willen ze doorpraten? Nee, het is net een maat van hem doodschoten. Die gast was nooit zijn maat en nu is hij in één keer zijn maat. Ja, ik weet niet wat ik eruit
avond vinden, Max. Straks praat ik verder. Straks? Dat is een maat van mij neergeschoten. Ja, maar dat was tussen twee anderen. Ik ga het mij niet om. Daar gaat het jou niet om. Dus jij wil nu niet verder praten. Het is een maat. Het is een maat. Het is een maat van mij. Hoe heet die? Guus. Guus. Ik heb nooit van Guus gehoord en het is ineens je maat. Het gaat wel snel. Maat. Het is wel je maat. Het ding is, Marcus, ik heb veel meer contacten dan alleen Darkness en een beetje New Astra zijn er zelf. Dat weet ik. Jij vist graag in elke fucking vijver die je kan vinden. Dat weet ik. Probeert overal wel wat te vangen. En dan wij als Darkness members zit ik lekker op mijn kont als hond in mijn mand te wachten tot ik weer kan apporteren. Dus ik weet het. Ik weet dat jij meerdere mensen kent, Piet. Dat is iets wat je niet moet zeggen. Dat is iets wat onzin. Ik niet moet zeggen. Hoezo? Omdat jij altijd de vrijheid hebt gehad om te doen wat je wou. Ja, dat doe ik ook. Je ja. mag gewoon doen wat je wilt. Ik zeg ook niet dat ik altijd moet doen wat je wil. En je kon staan en gaan waar dat je wilt. Ja, dat is toch ook zo? Maar het is meer... Jij, je kon doen. Ja. Ja? En ik zeg, jij vist uit elke fucking vijver die je kan vinden. En als je ons nodig hebt, dan kijk je maar wanneer dit jou uitkomt. Om ons erbij te betrekken. En het is niet dat wij kunnen bepalen... En dat van, wij doen nu mee met jou. Grootste onzin die ik ooit heb gehoord. Dat is geen onzin, Piet. Dat is geen onzin. En je haalt alleen maar domme koeien uit de sloot die echt al lang verdronken zijn. En je gaat niet... Je zit helemaal over nu. Dan mag je dat denken, Max. Dan mag ik dat denken. Dus inmiddels maar geen het ding is meer, dat ik er altijd voor iedereen ben geweest. En is dat niet wederzijds? En dat het heus niet is dat niet ik jullie maar als hondjes gebruikte. Dat is helemaal niet waar. Dat is dat niet wederzijds? En ik vind dat zelfs onrespectvol wat je zegt. Ik zeg, is dat niet wederzijds? Wat is niet wederzijds? Dat wij er voor jou waren. Dat jij er voor ons was, zeg je. Ja, dat was zo. Maar jij zegt dat ik jullie alleen maar gebruikte. Ik dat zeg is niet dat waar. Je ons gebruikt. Ik zeg, wanneer je ons nodig hebt, doe je het alleen wanneer het jou uitkomt. Ik was de persoon die er altijd op uitging. Om maar contacten te maken. Piet, jongen. Moke Piet. Het is echt een beetje wat ik zeg. Wat Jordi ook al zei. Elke pijnenburg die kan vinden is een hapje. Elke vis of elke vijver die kan vinden. Even vissen. Ik wil daar ook informatie uit weten. Ik wil erbij betrokken zijn. En daar heb ik op het moment even geen zin meer in. Door gaan praten. Ja, dat hey. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Nou, ik heb het net al tegen Jordi gezegd. We hebben een dealtje gesloten. Ik help hem met wat zaakjes. En op een gegeven moment hoop ik mijn gewilde doos terug te krijgen. Pure chantage. Dat is niet hoe Edward werkt. Ik denk dat je wel snapt wat er voor mij nou betekent dit, hè? Ligt er nou wat je bedoelt? Wat je net hebt, wat er net is geflikt. Dat schieten? Mhm. Alsof ik daarbij betrokken ben. Alsof mij het interesseert wie Guus is en wie Guus neergeschoten heeft. Nou ja, volgens mij weet je donders goed wat er aan de hand is. Ik zeg eerder, dat boeit mij geen flikker. Dat is niet mijn probleem. Ik ken Guus niet. Ik ken de persoon die Guus neergeschoten is niet. Guus neergeschoten heeft, sorry, niet. Dus dat zijn niet mijn zaken. Daar ga ik me ook niet bij betrekken. Nee, maar ik denk dat jij wel weet waar ik over praat, toch? Waar ik denk dat jij het over hebt, moet je het zeggen. Anders hebben we miscommunicatie hier. Nee, over wat er net is gebeurd. Het schieten. Het schieten. Dat, dan zeg ik dus, dat valt buiten mijn boekje. Met Jordi daar, je bent nou waarschijnlijk met Jordi. En ik sta waarschijnlijk op luidspreker. Nee, ik sta in mijn eentje. Jordi is wel bij me, maar die staat op zo'n, 10, 20 meter afstand. Oké, okay. Met Jordi hier iets van. Wat schieten? Ja. Jordi zegt dat ook niet tussen, dat ging tussen de schutter en de geschoten persoon. Dat niks met überhaupt. Waarom zouden wij, ik ken heel Guus niet. Nee, maar Jordi wel en de rest ook van de Westra. Ja, maar dat zeg ik, is dat dan iets tussen ons en Guus of tussen Nuestra en Guus? Wij zijn er net bij betrokken hoe dat tot deze aanleiding. Ja, en zijn wij, ik, Jordi daarbij betrokken over dat? Ik heb daar wel het gevoel bij, ja. Nou, ik hoorde dat het over het feit ging dat Guus een gun op Jeroen had en nu deed Jeroen zeg maar het om, ja, andersom. En hoeveel ik daar, ja, ik was er niet bij. Maar het maakt het eigenlijk ook niet uit. Ik ken heel Guus niet. Jeroen ken ik alleen qua naam. Twee, drie keer gesproken in mijn leven. Deed Jeroen het uit zijn eigen naam of uit de naam van Nuestra of uit de naam waarmee jullie nou bezig zijn? Nou, in ieder geval niet uit onze naam. Dat kan ik denk ik wel verzekeren. Ik hoop dat je mij hier niet bij betrekt. Ik heb niks tegen jou. Ik hoop dat jij niks tegen mij hebt. Nee, uiteraard niet. Maar daarom haal ik even een verhaal van, kijk, wat er nou aan de hand is niet helemaal correct. Ik ben nou anderhalf jaar bevriend met Guus. Ja. Best goed bevriend. Dus als het zo wordt geflikt, dan gaat er wel wat rinkelen bij mij, zeg maar. Ja, maar dat zeg ik. Dan en vooral in deze set, in zo'n mindset als we net zaten met z'n allen. Dan ja, is het, maar dan bel in dit geval bel je het verkeerde persoon. Als je als er een belletje gaat rinkelen of iets gaat rinkelen. Nee, dan ga ik nog even doen. Ja. Oi, oi. Joejoe. Ja, hij vroeg of het namens ons was. Dat schiet ik. Ik zei, ja, het is niet namens onze naam. Ik denk dat iets tussen Jeroen en Guus zelf was. En het interesseert me eigenlijk ook niet. Ja. Dat hele verhaal wat er met dat schieten te maken had. Maar dat hoeft ook niet namens jou, toch? Jouw naam is in principe er ook niet bij betrokken. Nee. Hey, ze gaan koeien uit de sloot halen. Maar nooit van wat... Ja. Wat altijd al, dat al gebeurd is. Ja. Iedereen heeft zijn dingetjes, weet je. Iedereen. Ja. Lucas, Piet, ik, Mees,
als Bert, weet je, als die, ben jij het, en Willem. Ja. Iedereen heeft zijn dingetjes. Nee, en dan in één keer gaan ze alles opschrijven, zeg maar, om even er nog een keer in te gaan. Ik hou me daar niet mee bezig. Nee. Ik kijk naar de toekomst, ik kijk niet alleen maar naar het verleden. Zet me maar even ergens af, dan kan ik even nadenken. Ja, ik zit hier gewoon bij de garage. Ja, dan spreken we elkaar later weer, binnenkort. Maar dit, ja, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Nou jongens, dat was me wat. Gelukkig is het natuurlijk allemaal in-game, dus ik denk niet dat we allemaal echt ruzie hebben of zo, weet je. Het is natuurlijk allemaal goede roleplay. Nee, maar waarschijnlijk spelen we nog vanavond bewijs van nog CSGO met z'n allen. Dankjewel voor het kijken, jongens. Zijn jullie nou benieuwd hoe dit verder gaat? De ruzie, de, weet je, de gangsplitsing en zo. Weet ik veel wat. Volg dan, abonneer zeker even. Like allemaal even de video en dan spreek ik jullie later. Glaasje water, 4, flesje bier. Doei.